je niet stemt, heb je ook geen recht van spreken. Heel erg ingewikkeld. Verkiezingen aanstaande woensdag. Hebt u er een beetje zin in? Nou, je moet stemmen. Ook voor mezelf. Maar dit jaar wordt, ik weet het nog niet. Nee, u bent een zwevende kiezer dus? Ja. Oké. En wat zou er moeten veranderen volgens u? Als u één punt zou kunnen noemen. Wat er moet veranderen? Ja. Er moet veel veranderen. Ja, maar noem een keer één punt. Eén onderwerp. Ja, ik vind de ziektekosten vind ik ontzettend hoog. En de eigen risico, dat voor heel veel mensen niet te betalen. Onverwacht. En dat komt allemaal zo onverwacht, die rekening. Mm-hmm. Dus dat zou moeten veranderen. Okay. En ik zit ook met de EEG van. In principe ben ik voor de EEG. Europese Unie. Maar zal die Balkanlanden erbij komen? Dan zeg ik, stop ermee, want dan krijg je toestanden met Hongarije. Die bepalen wat er gebeurt. En dat zie ik echt niet zitten. Ja, daar heb ik wel zin in. Oké, u hebt er al over nagedacht wat voor keuze u gaat maken? Ja, heel lang geleden heb ik mijn keuze al gemaakt. Oh, dus u bent een trouwe fan van een bepaalde partij dan, neem ik aan, als u zegt ik heb al lang geleden mijn keuze gemaakt. Nou, trouwe fan van een partij is niet helemaal waar. Ik ben juist een paar jaar geleden geswitcht, omdat ik op mijn ene partij echt was uitgekeken. Die was voor de zoveelste keer door de knieën gegaan. En nu heb ik toch gekozen voor een partij met no-nonsense. Heb je nog een beetje vertrouwen in de politiek? Weinig. Maar u brengt toch uw stem uit omdat u het belangrijk vindt? Ja, uiteraard. Want als je niet stemt, heb je ook geen recht van spreken, zeg ik altijd. Nou, ik vind het heel erg ingewikkeld. Waarom? Omdat ik het eigenlijk met geen één partij helemaal eens ben. En dan denk ik, moet ik dan een blanco stem doen? Maar dan gaat je stem eigenlijk ook verloren. Ik denk dat ik voor de zekerheid ga stemmen op PvdA GroenLinks. Omdat als ik alle stemwijzers invul, komt dat er wel het meest overeen met wat mijn opvattingen zijn. En het had voor mij iets meer naar het midden gemogen, maar ik heb ook wel overwogen. De ChristenUnie kwam er ook uit, maar ik ben echt niet eens wat de opvattingen die hun hebben over het homohuwelijk. En dat is voor mij dan weer desdanig belangrijk, dat ik denk, ja, daar stem ik niet op. En dan toch maar voor de zekerheid een links geluid laten horen. U bent er bewust mee bezig? Ik ben er heel bewust mee bezig, ja. Ik vind het wel belangrijk? Ik vind het heel belangrijk, ja. Waarom? Ja. Waarom vindt u het zo belangrijk? Omdat het gaat om Nederland. Om hoe de samenleving wordt vormgegeven. Er zijn natuurlijk dingen die niet goed gaan. En het gaat er gewoon over hele belangrijke onderwerpen. En de toekomst, hè? Ja, de toekomst, ja. Okay. Verkiezingen, hoe ze? Hebt u er een beetje zin in de verkiezingen? Moet je mij vragen? Nee. Ja, ik weet nog niet op wie ik ga stemmen. U bent ook een zwevende kiezer? Ja, moeilijk. Ja? Heel moeilijk. U twijfelt tussen? Nou. Tussen allemaal of tussen een paar partijen? Ik zal het maar niet zeggen. Nee, ik denk, u mag het zeggen, hoor. Ja? Ze leven toch in een vrij land? Ja, dat wel. Nou, ik zou het echt niet, ik neig naar, altijd naar de Partij voor de Dieren. Oké. En waarom? Voor de dieren? Ja, ook voor het leed wat ze allemaal aangedaan worden. Ja. Daar ben ik het niet zo, als je dat allemaal ziet met de dieren, daar ben ik het niet zo eens mee. Maar u weet het nog niet zeker? Nee, maar dat is meestal waar ik wel op stem. Ja. Omdat ik dat, Vindt u dat een van de grootste problemen die in eerste instantie aangepakt moet worden? Nou, er zijn natuurlijk meer problemen. Hè? Zeker meer, ja. Asielprobleem. Met in Groningen het probleem. Er zijn zoveel dingen. En dan denk ik wel eens, komt er eens een einde aan. Wordt het eens een keer beter. Armoede heb je veel bij mensen. Voedselbank, Grote uitdagingen. Ja, ze hebben heel veel te doen om het goed te krijgen. Oké, helemaal waar. Ja. Succes met de keuze. Ja, ik moet nog heel hard denken, maar ik ga wel.